Bij de rally Streetgasm 2000 rijden de bolides van Amsterdam naar Valencia. Het is de zesde keer dat het evenement plaatsvindt. De belangstelling groeit. Ieder jaar zijn er meer bezoekers. Niet gek, vindt oprichter Maurice Hartsuiker. We rijden ieder jaar met 100 sportauto's rijden we door Europa. In een tour van 7 dagen waarbij we geld ophalen voor het goede doel. En een heleboel plezier maken. En eigenlijk is er niet iets wat hieraan kan tippen, wat dit kan evenaren. Het goede doel waar de coureurs voor rijden is IT for Kids. Een stichting die zich inzet om kinderen met beperkte financiële middelen te laten sporten. Volgens Maurice is het erg belangrijk dat juist een evenement als deze een goed doel steunt. Je hebt natuurlijk heel veel van dit soort ritten. Dat zijn gewoon, dat wordt bestempeld als verwende jongens met hele dikke auto's die een beetje geld uitgeven een week. Dat is ook wel zo. Het is zo, alleen bij ons komt er nog een belangrijk aspect bij. Ik vind wel dat we gewoon iets terug moeten doen voor de maatschappij. En dat doen we op deze manier. Een van de deelnemers is DJ La Fuente. Een oud agente en nu model Nosli. Zij hoefden niet lang na te denken over hun deelname. Wie zegt hier geen ja tegen? Dit is toch zo gaaf? Je kan lekker scheuren, mooie auto's met een gezellige vent. Waarom niet? Ik droomde hier vroeger echt van. Die kleine jongetjes, als dit vroeger bij mij in de buurt was, zou ik hier zijn, 100%. Dan rondlopen en... Wij doen wel mee om te winnen, ja. Ik heb alleen vorig jaar mijn benzinebonnetjes uitgerekend. En toen kwam ik op 6200 euro aan benzine. Wow. Omdat je natuurlijk niet, je rijdt niet economisch verantwoord. Voor andere coureurs is de rally gewoon meerijden en een beetje lol maken. Ja, dat hoort een beetje wat een gouden auto. Ja, dan moet je er ook een beetje kleertjes bij hebben. We hebben geen fiets. Nee. Anders deden we mee met de fiets vierdaagse, maar we hebben geen fiets. De 100 sportwagens finishen volgende week in Valencia.